moet gewoon jezelf zijn, Bra. Gewoon jezelf. Hallo, wat is daar? Ja, het is al bezig, hè, Bra. Oh, sorry, ik dus, ben nog niet weer. Oh my god, mensen. Vandaag is het... Zondag. Zondag? Het is zondag. Het is wel... De mensen moeten nu wel verstaan, hè, Bra. Zondag. Zondag. Dus zeggen we... Goedemorgen, deze morgen, dit is Pippi. En nu Piet een afsluiter. Voilà, nieuwe dag, nieuwe vlog. Wat gaan we doen vandaag, Bram? Zeg het. We gaan naar de faxbeurs. We gaan naar de faxbeurs. Nee, niet fax. Facts. Ja. En ja, vandaag is het de ultieme nerddag. Ja, kijk. Okay. Voilà. Kapitein Amerika. Ik ben kapitein Amerika. En jij bent kapitein in Oranje. Oranje, ja. En, Oranje. En zij ook. En jij ook. Ga je ook mee misschien? Voilà, en we zitten hier in Waregem en we gaan een beetje ontbijten. Voilà. Piet is achter ontbijt geweest voor iedereen, dus dank u wel, Piet. Ik ben Piet, nee. Nee, maar zeg maar, moet dank u wel zijn. Dank u wel, Piet. Hij zit daar. Dank u wel, Piet. Dus ja, mensen die het niet weten, Piet is de papa van Anouk. En Kim is de stiefzus van Anouk. En dat is Bram. Bram is de aangespoelde. En Bram is de laatste aangespoelde in het koninkrijk. De heerlijkheid. Amen. Voilà, ja, vandaag gaan we dus naar Fact gaan en gaan we er een leuke tijd van maken. Hè? Absoluut. Ah, en dat is Dingsken hier. Oscar, hè. Oscar, hè. Voilà. Hey, Oscar. Voilà, dat is de hond van... Hoer. Kim. Voilà, dat is Kim, haar hond. En ja, ze heeft er eigenlijk twee. Ja, ik ook. Je hebt een potje. Ready, set, go. Nee, dat go is... Nee, dat is stop, hè. Dat is time-out. Ja, je doet niet juist, hè, Kim. Allee. Stop. Nee, time-out. Time-out. Ja, dat is de basketbalterm is time-out, hè. Want Piet kent alles van basket, hè. Het is waar, hè. Ja, Piet is een basketbalkenner. Ja, want hij vroeger nog... Gevolleybald. Gevolleybald. Mensen. En ondertussen zijn we dus vertrokken naar Facts, in Gent, in Nexpo. Ha! En wie rijdt er? Brammy! Valazé! Ha! Mega zotte tijden! Oké! Okay. En we hebben verder al een accident gehad. We waren zus vertrokken. En echt, in één keer komt er een auto af. Ja. En Bram zo, godverdomme, bent het te roepen, bent het hier, niet normaal. Die notto, die vent al, die erin zat, borst ook te roepen, Bram uitstappen, wat is dat hier, borst te vechten om te doen. Ik zei, hallo Bram, doe een keer op je gemak, hè? Ja, dat is waar, maar ja, ik kwam vooraan van reis, hè. Ja, voilà, maar hij moest oprijden, hè? Ja, maar ik kwam vooraan van reis. Ah ja, maar ja. En ik kom er nu zo uitgestoken. Maar ja, ik vond wel, die mens ligt er nu op straat, hè. Ja, maar ja, ik heb het, ja. Ja. Kom. Kan je dat niet doen? Ik ga het honderd doen. Ja. Allee, hoe lang is het rijden? Een half uur. Een half uur. We gaan nu een half uur op het gemakje zetten. Nog. Maar iedereen is in volle spanning, hè? Ik voel het, hè? Zit je in spanning, hè? Kim ook, hè? Ik heb de muziek eraan. Ah ja, oké. Okay. Voilà, zie mensen. En ondertussen zijn we toegekomen hier op Facts. Facts. En ja, kijk, we zijn eindelijk een van de eerste. Het is de eerste keer dat, dat ik weet dat er zo weinig mensen voor ons staan. Maar we zijn ook een beetje vroeg. Maar beter te vroeg dan te laat. Ja, dat is ook waar. Want wat zeggen ze van mensen die te laat komen? Die komen niet op tijd.
Voilà, zie je. Voilà. Dus eerst hebben we de COVID-safe ticket moeten tonen. En dan onze gewone ticket. Er stond bij dat we ons paspoort moeten tonen, maar dat hebben we niet moeten doen. Ja, ook omdat ja, iedereen kent mij sowieso, weet wel. Ja, ja, absoluut. Ja. Pepe Blue is gekend hier. Ja, Pepe Blue is gekend. Ja, nee, straks handtekening. Alsjeblieft, ja. Laat me nog even op mijn gemak. Een foto? Nee, wacht nog even. Goed? Ja, straks. Ja, je ziet, dat is hier. Pepe Blue, er staat effectief al niemand naast ons. Ja. Ah, oké. Okay. Dus ja, we gaan er proberen een leuke dag van te maken vandaag. Ja. Is het niet? Absoluut. Voilà. Dus de rij is niet zo lang om aan te zijn, maar blijkbaar moet je nog een uur wachten. Ja. Meneer wil op tijd komen. Amai, ik dacht dat het om 9 uur open ging, het was dus 10 uur. Top. Voilà, de oranjes lopen hier ook. Voilà, zie. Als we verloren lopen, gewoon naar het oranje kijken. Voilà. Maar ik kijk niet naar oranje, hè. Ik kijk naar een beetje eronder, zo. Ah, daar ja, zo dat, ongeveer. Ja, amai, daar. Ja, schoen is schoen. Ja, tuurlijk, naar de schoen, hè. De schoen, daar zo. Ja, amai. Allee, we gaan er een toffe dag van maken. En ondertussen zijn we hier parcours aan het lopen. Ja, maar vol met hindernissen. Vol met hindernissen. Vol met hindernissen. Kijk, Bram gaat een keer hindernis 1 tonen. Ja, hindernis 2. En dan doen we dit. Wauw. Spectaculair. Ja, kijk, voilà. Jij bent toch wel echt een zotte mafkees. Voilà. Voilà, zijn mensen. Hier, hier zijn we met Jonathan en met een Jamie is er ook, zie. En met de Wout, voilà, zie. En Leslie is hier ook, voilà. Hey Maurice. Jamie. Voilà, en nu zijn we, de familie is compleet. Ja, allez. Wij zijn ineens familie. Ja, voilà. Dag, ik ben nu nonkel. Ah, nonkel. Nonkel pa, hè. Allee, dat is de eerste keer dat je komt, Jonathan? Ja. Allee, en wat vind je er al van tot nu toe? Raar volk, maar kom. Ja. Een beetje raar, maar waar. Ja. Goed, allee. We gaan ervan genieten, hè. Yo. En Jamie, zijn hij al geweest? Ja. Eén keer? Of twee keer? Yo, toen een klein woord naar Santo, maar joh. Hassan. Ah, met Hassan. Ah. En Hassan was hier ook. Ja. Mensen, de enige echte, het is echt zot, hij is hier. Oh my god, Rimzy is hier, mensen. Yo. Ja, voilà. Weer te samen in een video. Ja, he. Heb je mij gemist? Ja. Oh ja, toch wel. De drang naar jou was wel sterk. Ja. De drang was sterk, ja, voor mij ook. Elke avond lag ik te kijken boven in mijn bed naar de sterren. En ik dacht aan mezelf. Hé, hey, waar is mijn plafond? Wat? Goeie, amai. Was dat niet? Zo even weg. Ja, ik was aan het kijken naar de maan en toen wist ik van ja, je was ook aan het kijken naar de maan. Ja, het was wel zo. Ja, heerlijk, we waren samen eigenlijk naar dezelfde maan aan het kijken, ja. Maar op een andere plaats. Ja, nee, het was wel zo. En maar op een dag, weet je wat er zal gebeuren? Zeker. Dat we samen naar de maan zullen kijken, maar op dezelfde plaats. Nee. Recht uit het hart. Uit het hart, ja. Uit de ziel. En uit het oor. Uit het, ja. Ja. Allee. Ik zou zeggen, geniet nog van uw dagje fact. Ja, merci hoor. En ja. Wat, ben je van plan om iets te kopen? Of, check. Check, hè. Ja, ziet, de drang is zo groot dat hij zijn kleden... Oh. Wat is dat? Van mijn gamekanaal. Van u. Ah, is dat? Ja. Ah, toont dat een keer, kom aan, promotie. En dan, en waarom heb je het in je vest aan? Waarom moet ik even opwarmen? Mooi, joh, is dat? Ik direct herkennen. Allee, kom. Toont dat een keer, hè. Ja, mensen, ja, zijn één t-shirt en al. En voor wat staat dat dan? De R?
Rimzai. Oei. En wat is de achterkant? Rimzai, dat staat erop. Ja, ja. Ja, kijk, mensen, sommige mensen hebben echt geen leven en maken dan een Eldrijn t-shirt. Joepie. Goed, oké. Allee, salutjes hè, Rimzai. Yo. Yo. Als die mensen. Staat er ook Kim? Hey Kim, wat vind jij mooi? Vind je dat mooi? Hey, dat cutie, dingetjes. Allee. Oh. Hier. Allee, welke wil je? Ik trakteer niet deze. Oeh, ik trakteer deze. Niet. Deze, Kim. Ah, van Harry Potter. Zie jij eigenlijk zot van Harry Potter? Zie je dat graag Harry Potter? Nee. Ik zie dat niet. Zie jij graag van Harry Potter? Ja, ik vind man. Harry Potter. Hij zit aan de max, Harry Potter. Maar hij, nee. Ja. Ja? Harry Potter vind ik wel leuk. Ja, waarschijnlijk niet, hè? Ja, wij vinden Harry Potter leuk. Ja. Dus, kom Kim, wij vinden Harry Potter niet leuk. Nee, wij vinden Harry Potter wel leuk. Ah, oké. Okay. Ah, ja. Allee, ik dacht even van, ik heb hier een connectie met Kim, maar het is weer niks. Ik heb de connectie met Kim. Ah, ja. Sorry. Allee. Maar Bram, we moeten meedoen in de vlog. Ja, ik wou even wij ons weer spiegelen aan het leven zoals het is. Wat zo'n intiem moment. Ja. Dat ik opgelegd. Viezerik. Allee. Bram, ik dacht dat wij een connectie hadden ook. We hebben een connectie, maar niet op die manier. Ik denk dat ik het verkeerd verstaan. Oh, oei. Ah, ik mis Koen. Met een beetje frietjes erbij. 17,5 euro. Ik heb een special burger. Dat is de black burger. Die is 3 keer gebakken. Voilà, alsjeblieft. Dat ziet er toch iets beter uit dan dat. Maar nee. Hallo. Voilà, dus vanaf dat je één ding zegt, mijn eten wordt alweer afgepakt. Ja, jong, ja. Dus dat wil zeggen, ik heb niks te zeggen. Wat zeg je, vieze toto-trein, man? Allee, hier een frietje. Echt
echte vrienden, serveren elkaar frietjes. Wat dan nu? Very special day for a very special boy. Vandaag is een leuke dag. Heel leuk. En veel zon. Zon. Het is goed, Kim. Wij zijn vrienden voor het leven. Ja, ja, absoluut. Amai. Ja, dat zijn pro's hier. Zo met die camera. Dank u, Kevin. We vinden het heel leuk. Sommige vrouwen hebben problemen. Dank u, Kevin. We vinden het heel leuk. En ondertussen zijn we dus weer thuis gekomen. Allee, we zijn niet thuis. We zijn thuis bij de mama en de papa van Anouki. En van Kimmy. En van Brammy. En Pipi Bloei. Ja, voilà. Kijk, wat vonden we ervan, Bram? Kom aan. We gaan nu een keer... Maar eerlijk nu. Het is nu net 6 uur. Het is niet 6 uur. Kom aan. Het was een speciaal, een eenmalige ervaring. Allee. En wat vond jij ervan? Hetzelfde. Een eenmalige ervaring. Maar ja. Waar had je nog mee? Ik ga nog mee gaan met jou. Ja. En wat vind jij ervan? Kim? Ik vond het plezant. Kijk, ik vind dat leuk. Maar ja, het is altijd hetzelfde natuurlijk. Maar ja, wat moet je ook anders doen? Het eerste wat ik nu heel jammer vond, is normaal elk jaar lijn er queen hoeveel films en Blu-rays en al, en nu 0,0. Maar het was ook, echt niks. Niks. Ik heb niks gekocht. Wat vond jij ervan, Kim? Ik had een beetje meer spektakel verwacht, maar voor de rest, top. Oh, daar kunnen we nog voor zorgen. Hè. Mijn stem verandert ook in één keer. Ja, lekker. Dus ja, we gaan nu een beetje koffie drinken. De koffie is aan het doorlopen. Anouki heeft koffie gemaakt. En Anouki heeft ook getrakteerd op een taartje. Voilà. Kijk, ze heeft hier zo een. Wat staat er eigenlijk op? Ah, ja. Zo een. En zo een en zo een. Wat het is, weet ik niet. Maar het zal wel lekker zijn, want het is gratis. En het was van de rest van de taartjes. Ja, het was de rest van de taartjes, want ze hadden geen taartjes. Maar ze heeft ook getrakteerd op Bokkepoi. Ze waren daar een bokkepoi. Bokkepoi. Voilà, dat zijn bokkepootjes. Dat is, ja, wat is dat? Iets met chocola en wat zit er ertussen? Amandel. En wat is dat wit dan die ertussen? Dat wilde niet wie. Ja, ah ja, botercrème of zo, hè, ja. Doet er niet toe. Hij eet er een keer heel erotisch op voor de camera. Heel erotisch? Ja. Voor u, hè? Ja, voor mij, ja. Allee! Ah, ik ben heel kwaad. Je pa gaat dat zien en gaat kwaad zijn. Ja. Ik mors je zomaar op de grond. Ja, ja. Kijk, zit maar op. Ja. Ja, moest Oscar hier geweest zijn, toch? Ja, toch. Ah, klopt wel. Nee. Voilà. Oh ja. We gaan weer nog een beetje genieten. Van de koffie. En van de bokkenpootjes. En ja, dat was zeker voor vandaag. We gaan de vlog afsluiten. Allemaal bedankt om te kijken. Like de video. Timeout. Ja? Timeout, dat is het. Ik weet het ook niet, want dat is van een andere vlogger. Ja. Timeout heeft hij een Pipi Blue nog nooit niet gedaan. Nee, hè? Jij kunt het weten. Want jij kijkt eigenlijk altijd, hè? Ja, ik kijk eigenlijk meestal. Nou? Soms sporadisch. Voilà. Dus allemaal bedankt voor het kijken, like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Zijn eigenlijk al geabonneerd op mijn YouTube kanaal? Ja, zeker. Ja, overtuigend. Zeg jij al? Ja, ook zeker. Jij bent niet geabonneerd op mijn YouTube kanaal. Oh. Heel erg, ja. Allee, zeg, salutjes hè. Yo. 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 Maar niet, want mijn...
Dat is het dan. Dat is het dan.